Hey Ruud, gisteren een mooie aankondiging hè, van Martijn. Het is op zich heel klein nieuws, maar het wordt nog steeds groter nieuws. En mijn vriendin die is hier heel toevallig, die komt niet mijn sleutels ophalen, maar wij krijgen een kindje. Gefeliciteerd, wat leuk, gefeliciteerd. Nou ja, ik heb wel gezegd, heel eerlijk, hij weet niet waar hij aan begint. Ja, maar dat weet je nooit. Toch? Ik bedoel, de meeste mannen overkomt dit gewoon en dan valt het nog wel mee. Ja. Je kreeg gelijk, hè? Op internet. Je maakt me kapot in die vlog. Ja, dat vind ik ook. Het is mooi dat iemand een keer van jou opkomt, want jij kunt dat zelf ook helemaal niet. Nou ja, jij kan met je vlog, ik sta daar natuurlijk gewoon met de rug tegen de muur. Ik kan jou maken of breken gewoon, hè? Ik ben midden in een verhaal. Aan het publiek word je gewoon kapot gemaakt. Nou. Kinderen, heel leuk. Ja? Ja. Kinderen zijn, en daar ben ik gewoon open over, relatieslopers. Ze lullen door je heen, ze luisteren niet, kinderen willen ook niet luisteren. Ieder kind wordt prachtig geboren en er zijn heel veel mensen die maken er monsters van, omdat ze dan denken, ja, jij had nooit aan kinderen moeten beginnen. En als je goed opvoedt, dan is er misschien nog één keer in de drie weken een uurtje voor jezelf. Ja. En dat heet dan quality time. Het is maar goed dat Martijn, dat hij nu pas binnenkomt. Ah, hij weet al hoe ik erop denk. Over kinderen gaat het. Kinderen zijn leuk, maar alleen als ze van jezelf zijn. Ja, het is net als met huisdieren. Je had gewoon een instapmodelletje moeten doen. Hebben wij ook gedaan. Heb je alle gezeik en luiers gehad? Ja. En instap als het leuk wordt. Hé Wout. Zit je in de vlog? Jij wel. Ik vind iets aan Wouter echt heel eng. En dat is dat hij lacht als de plaag is. Van Bas en Adriaan? Ja, van Bas en Adriaan. Je moet me zo denken. Over 21 jaar, dan ben je er vanaf. Zo voorbij. 21 jaar? Ja. What? Weet je hoe dat voelt? Dat je toch nog een keer gooit erin en dat je gaat direct naar de gevangenis. U ontvangt geen 20.000 euro. Ik vind Bram zijn nieuwe kapsel zo jaloersmakend goed. Ja? Omdat hij ook een televisie-internist is, past dat bij hem? Heel soms zijn ze heus wel leuk, Ruud. Jawel, kinderen zijn ook leuk. Maar je moet hier een beetje uitkijken, want ze zijn zo bezig met kinderen. Serieus? Ja. Nee, ze heeft een heel jonge vriend. Je haalt dingen door elkaar. Oh. Hartje. Bart, vind jij ervan dat Wouter weer terug is? Ik ben er heel blij mee. Jij dan? Je weet dat hij deze vlog kijkt, hè? Ja, daarom zeg ik het ook. Wie vind jij leuker dan? Jeroen of Wouter, Martijn? Nou, dan kies ik toch voor... Nee, dat heb ik dan weggebliept. En jij? Daar kies ik ook voor. Tinus, omdat ik het zo onwijs leuk vind dat je zaterdag op een feestje komt, heb ik speciaal voor jou zaterdag iets geregeld. Maar ik wil even weten hoe laat kom je, want anders dan, ja, dat is het enige wat ik moet weten, maar dan heb ik een fantastische verrassing voor je. Lul, je komt niet, hè? Oh, ik ben zo erg. Ik was weer eens vergeten dat ik op vakantie ging. Je was vergeten dat je op vakantie had. Hoe vergeet je die vakantie? Ik hou niet van vakantie, ik geef daar niks om. Waarom ga je dan? Waar ga je naartoe? Duitsland. Eifel. Hallo. Hallo. Wat een gek beest beter ook, hè. Wat vind jij leuk aan Joris? Dat hij dingen waarvan hij zegt dat hij ze niet leuk vindt, ze stiekem toch leuk vindt. En dat hij dat niet goed kan verbergen. Ja, dat is wel lekker. Want wat vind jij lekker, Joris? Als we elkaar een beetje zitten te klieren. Jongen. Het is echt heel sneu. Weet je wat nou het leuke is? Ah, vertel het eens. Die onderkin van mij zit er niet in, maar jij wel. Ik heb... Hoe moet ik dat doen? Ja, dit hoofd. Dit hoofd moet je vasthouden, Martijn.